Wordt nog niet. Ja, ik neem op. Oké. Okay. yo, kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jordi in onze public server. En vandaag gaan we het hebben over wat problemen die op dit moment gaan zijn in en om de server. Jordi, aan jou het woord op dit moment. Nou, er wordt ten eerste heel veel gezeikt over dat uh, Grieven. Wij kunnen dat gewoon achterhalen. Er werd zelfs een heel bouwwerk gemaakt over Grieven. Die van de server wordt afgeschopt. En ja, dat was een beetje... Niet nodig. Nee, en het is gewoon heel simpel. Gewoon grief je. En maakt niet uit, jongens. Gewoon haal je een blokje ongevraagd weg van iemand. Ja, dan is het grieven. Kijk, ik ging het per ongeluk. Ik snap je het wel door een grieper of zo. We gaan bij de wederkrieper explosies uitzetten, wil ik even mededelen. Ja. Maar het is gewoon heel simpel. Gewoon doe je bijvoorbeeld dit. Gewoon voor de fun. Grieven. Bup, bam. Permaban. Op de andere weg zo simpel is het. We zijn gewoon keihard. Want op dit moment hebben daar echt heel veel mensen last van. Ja, en, kijk, hier uh, werd ja. een heel bouwwerk neergezet. over dat, ge, dat iemand wordt gegriefd. Maar die heeft dus niet gegriefd. Zijn we achtergekomen. Ja, dus ga ook niet gewoon zelf de rechter spelen, want dan word je gewoon gekikt. Er is dus gewoon in deze server: krijg je twee waarschuwingen. Dus één kick, twee kick. Geldt voor altijd. Het maak je daarna gewoon nog een fout, in ieder geval voor de komende week? Geldt dat in ieder geval sowieso. Ik weet niet wat we verder nog gaan doen. Dan is het gewoon heel simpel: dan krijg je gewoon ban. Ban voor een week. En ben je dan voor een week geban, dan kun je contact met ons opnemen via onze uh, persoonlijke bericht via YouTube. Kan beter via mij, ik lees mijn berichten tenminste. <laughs> um, en, um, ja, je kunt het bij mij uh, via Twitter doen. Ja, of via Skype. via Twitter. Ja, of Skype of zo. Skype, maar ik gewoon... kan iedereen toe. Um, en, dan, en dan ontbannen we je gewoon weer. En ga dat alleen maar door. Dan krijg je gewoon, gewoon permaban. Het is gewoon heel simpel. Wij zijn gewoon keihard gewonnen. En nog even één ding hè. Ja. Je hoeft niet via Skype te vragen of je op de server mag. Nee, want dat is ook twee keer. geen wie twee keer waarschuwen, dan kom je er ook gewoon nooit meer op. Het is gewoon zo verdomd simpel. Ik en... word op Skype echt helemaal doodgeschreven. Mag ik op je server? Ik... Ik, heb, ik ben er echt zo klaar mee. En het is gewoon, ja, ja, hieronder in de, de reacties staan dingen die je niet moet doen om in de server te komen. En dingen die je wel moet doen om in de server te komen. Spammen, ja, geldt alleen maar via livestreams. En dan ook gewoon alleen maar via livestreams. Niet via Twitter, niet via Skype, niet via YouTube. Gewoon niet. Simpel. Klaar. Hup. Einde. GG. Ik is... mag best wel je Minecraft-naam uh, doen in de reacties bij servertours, maar... Oké. Okay. Maar niet via Skype, want dat is een beetje overdreven. Nee, ja, het is gewoon, ik heb gewoon een bepaald aantal regels. En volgens mij aan Jordi, Jodie dezelfde regels hoe je in ons server kunt komen. Wil je weten wat voor regels dat zijn? En wil je weten wat de IP van die server is? Staat onder de servertools. Staat nergens anders ja. alleen onder de servertools. En in de livestreams volgens mij. Ja, en ik zie ook sommige mensen die hebben het IP. Die proberen dan op de server te komen, maar die kunnen er dan niet op. Dus je hebt ook echt helemaal niks aan het IP als je niet op de whitelist staat. Nee, dan. maar goed, dan is nu het volgende ding. We hebben op dit moment echt gewoon enorm veel last dat als wij aan het opnemen zijn op deze server, dat er dan mensen joinen. En we zetten wel in de message of the day, Kijk, dat is dit laat... dingje. Dit is de message of Kijk, the day. Die die. En dit kun je veranderen in YOLO, YOLO Cut of, of weet ik wat. Dit kun je veranderen in alles in principe. Maar wat heel simpel is, als daar staat: opnames, nieuw joinen, anders kick in caps lock, dan. Join gewoon niet. Soms kan dat er een hele dag op staan. Maar dan vergeten wij dat niet. Dan zijn wij gewoon een hele dag aan het opnemen. Met bijvoorbeeld ja, dit is al van vandaag. We hebben al drie afleveringen en drie video's moeten stoppen. Omdat, we, omdat de mensen joinen. Ja, en het is gewoon een gewoon simpel kick. door maar dan joinen ze weer. Dan zeuren ze. En dan is het gewoon nee. Gewoon, gewoon nee. nee. Dus daarom hebben we heel veel. We hebben wel twee uur gespeeld daaraan. En het is gewoon. Staat dit er. Dan is de server open. Staat er niet join. Anders kick. Dan is die gewoon niet open. En we werken er wel aan om deze server zoveel mogelijk open te laten, maar soms zijn we ook gewoon aan het opnemen een hele dag en dan kan het gewoon niet. Dus jongens. En als jullie dat te vaak blijven doen, krijg je ook gewoon BAM. Het is gewoon alle regels die je moet weten, staan nog een keer hieronder in de beschrijving en hier in de server. En als je wil weten hoe je op de server komt. De video daarvan staat in de link daarvan staat in de beschrijving. Ja, het is gewoon heel simpel. Je moet gewoon een bepaald aantal dingen doen. Het staat hier nog een keer onder in de beschrijving. Wij hanteren dezelfde regels. Het is gewoon heel simpel. Uh, vanaf nu ook bij Server dezelfde regels. Dus spammen heeft gewoon geen zin meer. Want spam je te veel, maak je ook geen kans meer. Wij zijn, wij zijn, wij, wij zijn keihard. Want. Anders kregen we daar te veel last van. En dan hebben normale mensen geen kans meer om op de server te komen. En dit is ook zoiets: wie dit heeft kapot gemaakt, dan kan ik er nou achterhalen. Dat ga ik nu niet doen, want ik daar nou echt niet echt zin in heb. Maar dat kunnen we zo doen. En wel, die krijgt kick. Simpel. Wie dit heeft kapot gemaakt, ja, die kan kick krijgen van mij. Dus ja. Ja. Ja, en de mensen die op de server komen, die zijn het tenminste zonder allemaal gedoe op de server gekomen. Ja, en jongens, het is ook heel simpel. Als je conflict hebt met bijvoorbeeld een buurman of iets in die geest. Los je het maar hem op. Wij zijn geen rijdende rechter. Staat ook in de. Uh, in de regels, wij zijn geen gereden de regels. Wij komen niet bij ieder probleempje aanzeilen. Want wij hebben nog wel meer te doen. Kijk, als het echt gewoon grote dingen zijn natuurlijk. Creeper-explosies kunnen we niks aan doen. Bouw het gewoon weer op. Klaar dan weer. Het is niet zo dat er dan allemaal diamonds en zo verloren gaan. Kijk, als dat verloren gaat, dan kun je natuurlijk aan ons vragen om het terug te doen. Maar... Dan ga dan niet... Lieren. Jongens, het is gewoon een survival-serie. Gewoon survival dan ook gewoon. Creeper-explosies gaat al uit. Dat maakt het al makkelijker. Maar ga ook gewoon niet te dicht op andere mensen bouwen. Alles staat nog... Een keer onder in de beschrijving. En nog een keer hier op de server. En iedere zondag vanaf nu komt er een server tour uit. En dan invite Jordi iemand, invite ik iemand. We gaan ook proberen om één keer per week te livestreamen op de server. Dan inviten we altijd nog wel wat, 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 wat mensen. Dus je maakt genoeg kans om op de server te komen. Dus spammen is absoluut niet nodig. Bedankt voor het kijken naar deze video. Precies, dit was een, uh, niet zo'n hele lekkere video, ook niet zo heel fijn, maar we hebben het op vele manieren proberen het luid te maken, maar kennelijk is dit de enige manier waarop het lukt. Dus, ja, dus de, bij de volgende video is gewoon weer een leuke, vrolijke video en dan uh, ja. zien we jullie later. Dus ja, later mensen!